Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier met echt een schitterend programma. Ja. Ik heb dit 100 keer in mijn DM's gehad van mensen die dit gekeken hadden. Zeggen, Koen, hier moet je echt reageren. Dit is echt goud. Toen zei ik, weet je, ik wil best even een kijkje nemen. En dan kijken of jullie het leuk vinden. En vinden jullie het leuk? En dan gaan we verder. Vind je het niet leuk? Ja, prima. Dit is een programma waar Milo aan mee zou moeten doen. En ik wil best proberen om te kijken of ik Milo kan aanmelden hiervoor. Dat zou toch schitterend zijn. Ga ik mee? Dat zou toch mooi zijn? We kijken naar de slechte chauffeur van Nederland. Stel, Milo zou mee willen. Ik zou zijn bijrijder zijn. Dat zou schitterend. Nou goed, laten we maar gaan kijken. Is er één plek totaal ontsprongen aan alle keurigheid? Chaos is de norm. De presentator is John Williams. Nou, is het dus al sowieso een goed programma. Welkom bij het 11e seizoen van de slechtste chauffeur van Nederland. Slechtste chauffeur, houd dus in. Ze gaan dus kijken wie de slechtste chauffeur is van de mensen die meedoen. Ja, je zou het haast niet raden. Alleen, dat is echt zo. Ik denk echt dat Milo... Het zou schitterend zijn. Wat een hele bijzondere dreigt te worden. Een hele bijzondere. Want in de voorbereiding van dit programma zijn we... Mag ik het zeggen, hele geschikte chauffeurs tegengekomen. Oké, nou gaan we het zien. Stop. Oh mijn god. Ik heb dat inzet al over. Oh mijn god. Wat doet hij? Ik heb niet gehoord, ik heb niet gezegd. Dankjewel voor die aanmeldingen. Ik krijg hier stress van, ik krijg hier snoen van. Dit is niet best hoor. Dit is echt niet best hoor. En dit zijn ze dan. Nee, dit zijn dus de 6 mensen die niet kunnen rijden. Even tussendoor, er is geen sponsor deze video, dus... Ik verzin zelf wat. Zoals jullie weten zijn Mattie, Roel, Rob en ik. Ik word goed gestart een paar jaar geleden. En nog steeds gaan we als de brandweer. Ik word goed.nl als een website. Daar kan je alle giftcards ook over die je bedenkt. Heb je PlayStation giftcards nodig? Koop het daar. PlayStation Plus, Xbox, Nintendo. Maar tegenwoordig ook betaalkaarten. We hebben zoek naar een nieuwe surfcard, PaySafeCard. Al die dingen. Ga naar ikwordtegoed.nl. En vergeet niet, als je een account aanmaakt, krijg je bij elke bestelling die je plaatst de goedpunten. Die kan inleveren op de bestelling erna voor korting. Dus daarom is het altijd goedkoper dan waar je het ook zoekt. Op het internet of direct of wat dan ook. Het is altijd goedkoop. Wij zijn de goedkoopste. De allergoedkoopste. Link zit altijd in de beschrijving. Ik ben groep.nl. We gaan verder kijken. Oemema slaat alarm. Oh, dit geeft mij echt stress hoor dit. Dit geeft mij echt stress. Hoi, ik ben Bella en ik heb Joey opgegeven. Ik denk nog niet dat hij niet per se kan rijden. Hij vond mij wel een nep of white aan. Dat is wel triest. Oh. De jonge ouders Sandra en Ot hebben een onduidelijke toekomst samen. Hij die bent zo hard naar achter. Dit is al versneld, neem ik aan. We zijn onderweg naar het circuit. Maar wel via Vianen. Waar zo'n 20.000 inwoners rustig en vreedzaam aan de lek leven. Oh nee, doe dat niet. Je gaat niet hier die mensen loslaten. Die enorme beren hier loslaten. Uitgerekend hier willen wij onze chauffeurs in het echte verkeer testen. Maar het is ook een verrassend mooi plaatsje. Mooi en verrassend. Waar bijvoorbeeld kliko's zomaar van de vuilniswagen vallen. Ja. Het is ook heel belangrijk dat je genoeg afstand houdt. Dat voorkomt heel veel viezigheid. Oké, ze gaan je dus proberen te nakken met dingen. Bijvoorbeeld dus met een kliko die van de vrachtwagen valt. Maar wat gebeurt er als een sirene op je afkomt en je abrupt achteruit moet? Moet ik zeggen, dat is wel stress hoor. Zo te horen heeft bijrijder Eva de pandemie ten nauwe nood overleefd. Rij anders even stoep op! Dit doet Milo dus onrecht altijd. Die gaat altijd rijden de stoep op. Dat is echt niet normaal. Die wet kan echt niet rijden. Dat is echt ongelofelijk. Ik kan ook op de volgende aflevering reageren met Milo als je dat leuk vindt. Dat zou ook wel lachen zijn. Waardoor ik nu zo onzeker ben geworden is dat ik een ongeluk heb meegemaakt. Oh. Dat de auto onder een vrachtwagen schoof. Dat was best beangstigend. Ik heb dat denk ik een beetje onderschat. Wat dat met mij heeft gedaan. En dan snap ik het wel. Vuile. Ik schrik me helemaal het bloedzuur. Weet je wel wat? Ik krijg geen lucht meer. Even rustig aan jij. Pak je gemak. Dat ongeluk dat heeft wel gemaakt dat ik geen vertrouwen meer heb in mijzelf. Ah. Oei. Scooter van rechts. Voorrang. We hebben hier Ot. Ot was de wegpiraat. Weg, gone, bloes. Sneller wakker, sneller moet doen. Nieuw. Ik denk wel, ik heb wel een beetje mezelf. Ja, wacht diegene lekker, joh. Die ook heel goed lekker. Wat zeg je nou zeg? Maakt niet uit. Dit liefdeskoppelkop uit de Haag. Ik heb Ot opgegeven. Ot heeft er echt geen zin in. Ik ben heel snel geïrriteerd in principe. Ik heb een heel kort lontje achter het stuur. Heel kort lontje. Jongen. Moeten we zo langzaam rijden? Joh? Als ze me irriteren, haal ik er gewoon rechts in. Dan kan ik me gewoon aan irriteren. En als ze het langzaam voor mijn neus rijden, dan ga ik gewoon toeteren. Omdat ze opzij moeten voor mij. Maar hij kan waarschijnlijk niet eens zo slecht rijden. Wat doe jij? Ot, verdorie, Ot! Doorrijden. Onderaan, helling, wacht, tweede gedeelte. Zeg toch joh, gewoon sneller lullen. Jongen. Feiten weg, ik ga makkelijk 130 eigenlijk in principe. En waarom? 130, 190. Nou, natuurlijk niet. Ja, op de snelweg rijdt wel heel hard dan. Oh, stress. Ja.
Maar rijdt die vent zo hard achteruit. Dat lijkt wel versneld, joh. Is het natuurlijk niet. Otman! Holy shit. Dat is wel skills. Ik zeg eerlijk, zo hard achteruit kan rijden. Ik ben niet gewend dit. En dan linksaf richting de Bernardstraat. Links. Ja, Joey, links. Oh. Ja, krijg dat maar eens vertaald van het Belgisch naar het Brabants. Dat is rechts, ja, sorry. Ik weet het. Als jij nou gewoon even wijst. Daar mag je niet overheen, volgens mij. Ik denk dat ik me niet realiseer dat mijn uiterlijk echt belangrijker is dan het verkeer. En ik ben op dat moment gewoon heel veel bezig met mijn uiterlijk en niet zozeer met wat er buiten de auto is. Ja, hallo. Jij komt ook van de verkeerde kant. Nee. Moet ik hier nou vredesnaam linksom? Van welke kant kom ik dan? Van rechts. Oh, van rechts. Sorry. Rek over. Reed net deze poot aan. Krijg over zijn voeten heen. Werk je niet? Joey, die zichzelf lachend belangrijker vindt dan de rest van de wereld, hij rijdt door. Oh. Ja, het was gewoon helemaal. Ik heb hem toch helemaal niet gezien. En dan hij ook fucking kwaad. Ik weet niet wat hij denkt. Wauws. Hij doet niet echt pijn. Dat zal er niet. Dat zal er ook wel nep zijn, hoor. Dat kan het niet. Ik ben net wel zacht te rijden, hoor. Oh, echt ja. Afslaan kan het beste gebeuren. En mij toevallig niet, maar vooral de beste kan het gebeuren. Oh, dit is ook nee! Dit is kut. Midden op de weg. De Amsterdamse hartsvriendinnen Umema en Basima zijn klaar voor vertrek. De Amsterdamse hartsvriendinnen. Stop. Zo. Ja, kijk dat. Oeh, ladies and gentlemen, Basima. Sorry, meneer. En Umema. Maar zou die erbij horen? Zou het allemaal setup zijn of niet? Dat vraag ik me een beetje af. Want dit was echt wel vrij gevaarlijk. Je had je gewoon best wel een ongeluk kunnen hebben op zich. Gillen, jongen, dat is echt wat je niet moet doen. Echt heel bijzonder dat zij haar rijbewijs heeft gehaald. Ja, inderdaad. Oh my god. Wat doet zij? Wat deed hij? Je reed gewoon bijna die man aan, hè? Oh my god! Wat is het? Ik zie... Waarom die paniek? Zoals er al langs de toekomst was paniek. What the fuck? Oh. Eigenlijk rijdt zij, maar ik heb het stuur vast en het gaspedaal. Oh, mijn hemel. Dit is voor mij niet helemaal de bedoeling. Oh, ja. Man, kijk even in je spiegels, joh. Hoor je de auto? Oh, schitterend. Hoe vaak denk je dat je auto is afgeslagen? Oh. 4 keer? 10 keer? Of 32 keer? 10. Welkom bij de slechtste chauffeur van Nederland. Dankjewel. Je auto is 32 keer. 32 keer afgeslagen. Duif! Dat doet het toch niet? Ja, ik rij gewoon nu, is dat ding dood, toch? Ja, wat moet ik dan? Moet ik voor me rem? Heb ik andere mensen? Is die duif nou dood? Die duif dood? Een aantal van jullie, kan ik best wel zeggen, zijn ontsnapt aan een fataal ongeluk. Ja, dat is geen bullshit en er klopt niks op. Het is echt zo. Tima, het is dat de meneer van rechts die met 70 op jullie afkwam, niet net even een andere zender opzocht, want dan zaten jullie hier niet meer. Sorry. Het is echt een close call. Die kan echt niet rijden. 32 keer afslaan. Voordat we verder gaan, hebben we twee extra chauffeurs. En hier zijn ze. De verliezers van de theorie-examen van vorige week. Bradley en Michael. Oké, okay, Jan, zo die deur open tegen die andere auto. Bradley en Michael. Bekennen ze nog van vorig jaar? Je hebt je handen aan het sturen, vriend. Wat een goal. Hupsakee. Nee. Dankzij het theorie-examen opnieuw aanwezig als bonuschauffeur. Ja. Oh mijn god. Bradley. Wat? Waar zou dat niet vandaan komen, mensen? Basima. Carlijn. In 3. Ah, dit wordt helemaal niks. 2. Gaan ze een race doen? 1. Go. Basima in de blauwe auto. En Carlijn in de zwarte. Ja, lekker raven, joh. De ruiten ze staan ook aan, voor welke reden, ik heb geen idee. Maar haar ook. Ik ga er maar hard op, Iets van één, gas op. Best goed. Best goed gedaan, helemaal niet slecht. Hey, pik. Kijk, nu krijg je zelfvertrouwen. Ah, ga hem inkeren. Ik ga dit ding aankakken, ja, kijken. Wauw.
Oké. Maar dit is echt bizar. Dit is echt bizar. Zij kan echt niks. Zij kan echt helemaal niks. Anja tegen Old. Dit is een goede race, dit. Zo, zijn normaal wegrijden. Ja. Old begint goed. Oh, ja, mooi. Prima. Ik vond heel erg versteld dat die oefeningen zo super goed gingen. Nou, die Old die kan wel rijden. Die gaan nergens. Jullie blijven precies hier. Oh, dan gaat niemand naar huis. Iedereen was even slecht. We hebben Nederland een klein stukje veiliger gemaakt. Nederland een klein stukje veiliger? Nou, zeker. Alleen Milo is nog steeds op de weg, mensen. Milo is nog steeds op de weg. Ik ben benieuwd. Volgende week blikken we terug. Nog wat dingen gaan gebeuren. Okay. We kijken achterom. Oké. Shoulder check. Ja, anders rij je gewoon dwars door het parcours heen. Mensen, ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Wil ik de volgende aflevering met Milo gaan reageren? Laat dan een like achter. Dan zie ik je bij de volgende video. En vergeet niet naar ikwatgoed.nl te gaan. Doei!